Het is wel echt trippy, die stipjes en die dingen zagen. Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie vertellen hoe de overgang gaat van HAVO naar HBO. Ik ga hier een korte serie van maken, dus ik ga ook nog MBO naar HBO vertellen en van VWO naar HBO. Veel plezier met kijken! Nee, dat was juist. Het grootste verschil wat ik heb gemerkt is de zelfstandigheid. En dit is misschien echt een cliché, maar het is wel echt zo. Op de HAVO wordt echt alles voorgekauwd. Als je huiswerk hebt, dan wordt het benoemd in de les. En dat is echt allemaal heel handig. Maar op HBO is het echt van, ze geven bijna niet aan waar je huiswerk staat. Je moet dus ook echt heel erg uitzoeken waar je huiswerk staat en wanneer je iets af moet hebben. En deadlines worden eigenlijk allemaal niet verteld. Ze gaan ervan uit dat je dat weet en dat je dat hebt uitgezocht. En als je dat niet hebt uitgezocht, dan ga je echt tegen een moeilijk punt aanlopen. En dat had ik in mijn eerste semester. Vanaf dag 1 heb je gelijk al door dat je echt helemaal aan je lot wordt overgelaten. Want je hebt gewoon colleges en ze gaan ervan uit dat je precies weet waar alles is. En verder, je kan absoluut begeleiding en hulp krijgen van docenten. Maar jij moet het initiatief nemen. Dus ze gaan echt niet zeggen, ik wil je best even helpen. Dat gebeurt niet. Jij moet echt naar de docenten of decanen of iets stappen als je hulp nodig hebt. Het tweede punt is dat de stof veel pittiger is en het gaat zoveel sneller. Op de HAVO wordt alles best wel verspreid verteld. En nu is het in één klap heel veel. Je moet dus ook echt bijpoten voor je stof. En ik denk dat ik niet alleen voor mijn eigen studie spreek, maar voor meer studies. Ongeveer 50 of 100 minuten luister je naar één docent tijdens een hoorcollege. En dat is het moment dat echt alle stof uitgebreid wordt behandeld. Als je hier dan ook iets van mist, mis je gelijk een best wel groot deel. Uiteraard staat dat ook nog in je boeken, maar het is wel heel handig als je oplet, want ze gaan daarna tijdens een werkcollege op de inhoud in. Naast je tentamens heb je ook nog best wel veel groepswerk. Dus je moet werken met een groepje aan een bepaald project of een bepaalde opdracht. En dat kost best wel veel tijd. In mijn jaar hebben ze ook geen vaste roosters, waardoor het best lastig is om iets te kunnen plannen. Nu moet ik wel zeggen dat het echt per opleiding verschilt, dus ik kan niet heel duidelijk verder zijn. En ik weet dat ze nu voor de nieuwe studenten op mijn opleiding wel een vast rooster hebben, maar de mensen die erboven zitten hebben dat niet. Verder zijn je dagen ook super verschillend. Het kan zijn dat je de ene dag tot 5 uur zit en dat je de andere dag tot 2 uur zit. Soms ben je een dagje vrij, dus het is heel onregelmatig wat dat betreft. Verder zijn er nooit pauzes ingeroosterd, dus je moet gewoon eten wanneer je een tussenuur hebt. En soms kan het dus zijn dat je een hele dag les hebt en dat je tussendoor alleen maar aan het vreten bent, want er is ook best wel voor een fucked up etensritme kan zorgen. En ja, goed, daar doe je het dan maar mee. Hè? Verder heb je natuurlijk ook te maken, als je ver woont, met reistijd. Dit neemt ook tijd in beslag en hier moet je ook echt even aan wennen. Misschien was jouw middelbare school namelijk maar 5 minuutjes en dan moet je nu ineens een half uur of 3 kwartier in de trein. Dit geeft wel voor een totaal ander ritme en daar moet je even aan wennen. En als je nou een lange reistijd hebt, heb ik vorige week een video gemaakt hoe je het best aan een studentenkamer kan komen. En als je die nou wil zien, klik dan hier. Het laatste grote verschil is dat je moet werken aan je studie aan competenties. Door te werken aan deze competenties kan je aan het eind van je studie laten zien dat je hebt kunnen aantonen dat je aan punten hebt gewerkt. Op de HAVO dan doe je maar gewoon een beetje wat en dan zit je blablabla. En nu moet je echt dus dingen bewijzen dat je dat hebt gedaan. Dit is super maar het is wel belangrijk. Yay! Abonneer niet op hem. Ik hoop dat jullie nu een goed beeld hebben van het HBO. En dat je een beetje de verschillen kan merken met HAVO. Ja, dat zei ik goed, HAVO. Vond je dit nou een nuttige video? Klik dan op het duimpje omhoog. En er zijn hier nog 2 video's om aan te klikken als je lekker verder wilt kijken. Wat ik wel denk. En klik hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien bij een nieuwe video. Nee, waarom?